Goedemiddag op deze vrijdag, ik geloof 3 november. En ik ben in Nieuwkijkduin. Ik ga een pannenkoek eten. Ik heb gehoord dat ze daar erg lekker zijn. Nou, ik heb net echt een super lekkere pannenkoek gegeten. En, hoe heet je? Robin, die heeft me goed geholpen. Want eerlijk gezegd, een jaar geleden werd ik ietsje minder vriendelijk geholpen. En daar blijf je dan bij, hè? En hoe lang werk je hier al? Sinds april. Sinds april. Ja. En het is op zo'n druilerige dag best druk nu. Ja, gelukkig wel. Loopt het echt lekker door? Ja, Oké. Nou. En blijf je hier nog of doe je dit gewoon erbij? Nee, ik ben van plan hier nog wel te blijven. Nou, dan zou ik zeggen, Robin heeft het naar de zin. Kom naar het pannenkoekenhuis. Heb ik nou zo'n positieve reportage, hè? Oké, bedankt. Nou, dit is Dave. En ik heb net een super lekker pannenkoek gegeten. Dat was appelrozijn en gember. Maar heb je, het leek wel of er rum in zat. Nee, deze keer niet. Nee, Maar. Maar zijn die rozijnen zijn geweld of zo? Ja, ze zijn geweld. En, ja. Doen we eerst appel en daarna de krentjes, zeg maar, de rozijnen. En dan niet weer aanbranden, gelijk. Nee, precies. Ja. Omdraaien en dan lekker kaneel erover. Oh ja, kaneel, dat is het. En die appel zit er ook lekker in. Want ik vraag altijd overal dezelfde. Soms doen ze appelkompot koud erop, hè. Ja, je wil niet weten. Ja, je weet het niet. Maar, maar deze is echt super. Nou, en hoe lang werk je hier al? Een paar maanden. Een paar maanden. En je blijft nog even? Ik blijf tot einde aan mijn pensioen. Oké, tot je pensioen. Nou, dan maak ik nu even reclame, hè? Voor Dave. Oké, dank je. Dag. Dit was nu echt super gezellig. Het is zo'n verschil, hè, of de bediening aardig is. En de pannenkoekenbakker, die herkende mij van vroeger. Ja, ik kom hier natuurlijk regelmatig. Nou, de zon breekt door. Dat wordt dus de nieuwe boulevard. Nu zie ik wel verschil met de vorige keer. Vanuit het pannenkoekenhuis zie je dus de zee. Je ziet niet de branding, maar je ziet wel de zee. Ik ben toch nog even aan het dwalen hoe ik hier nou eruit kom. Je kan natuurlijk het beste net zo terug als je gekomen bent. Maar ik ga dit maar eens proberen. Als het maar niet glad is. Het heeft geregend. Nee jongens, dit doe ik niet. Ik ga dezelfde weg terug. Dat is het veiligst. Ik ben vandaag met de auto. Alleen ben ik verkeerd gescand. Mijn nummerbord begint met NS en ze hebben VS gescand. Maar ze zeggen dat dat niet erg is. Dan ga je hier naar binnen, ga je rechtsaf. Ga je betalen en dan volgens mij is het de eerste 1,5 uur gratis.